Welkom in de East Belgian Rally, de voorlaatste manche van het BFO Belgian Rally Championship. Vooraleer we naar de actie in Oost-België gaan kijken. Eerst nog even een overzicht van het seizoen 2013. We beginnen uiteraard in de Haspengouw Rally. Waar deze Stefan Lonet op een mooie tweede plaats wist te finishen. Maar toen werd al duidelijk wie de grote favoriet zou zijn voor de titel in 2013. Dat is deze man, Freddy Loix, aan de start met de BFO Ford Focus. Jammer genoeg stond er geen enkele andere rijder regelmatig aan de start met een WRC. Zodanig dat Loix en Klot meestal het rijk voor zich alleen hadden. Eerste overwinning dus voor Loix en Klot daar in de Haspengouw Rally. En die moest uiteraard uitgebreid worden gevierd. Van Haspengouw gaan we naar een iets warmer Tielt. En Tielt, dat is eigenlijk ook een parcours dat Loix goed ligt. Melissa de Bakre zorgde daarvoor een opmerkelijk resultaat door met haar Peugeot Super 2000 mooi op de derde plaats te finishen. En ze wierp zich meteen op als kandidaat voor de titel van vice-kampioen. Specialist van de Westhoek, Polo Litaar, mooi op de tweede plaats met zijn Subaru. Maar ook Litaar vermocht niets tegen de power van de Focus WRC van Freddy Loix. Loix die in Tielt meteen 2 op 2 scoorde. Opnieuw een foutloze wedstrijd voor Loix en Miklot. En een verdiende tweede overwinning. En ook daar dus veel zilverwerk en champagne voor Freddy Loix en Frederik Miklot. Na Tielt ging het richting de Wallonie. En daar hadden we deze man aan de start, François Duval. Die voor weerwerk zou moeten zorgen tegenover Freddy Loix. Maar dat lukte niet helemaal en raakte zelfs niet aan de finish. David Bonjean werd dan uiteindelijk toch nog derde met zijn 307 WRC. Een ex-Freddy Loix machine. Dennis Kuipers met zijn Fiesta. Kwam eigenlijk nog goed in de buurt van de Focus van Loix. Maar de ervaring van Loix op dit parcours en de power van zijn Focus WRC zorgde ervoor dat hij een 3 op 3 behaalde. Links over top, rechts af van kort, 100, jump, en wordt 75, links 72. En wordt 75, links 72. Spectaculaire snelle parcours van de Wallonie, maatgesneden van de Focus WRC. Voilà, merci. De kaart. En Loix reed zelfs even de laatste proef als co-rijder. De voorsprong was toch groot genoeg. Richting de Maaskiezel dan. En ook daar zorgden de Nederlanders voor het meeste weerwerk. Voor Freddy Loix. Dit is Erik Wevers met zijn Fiesta. Mooi op een derde plaats. Jan van Loon met zijn Focus. Finishte als tweede. Maar het was opnieuw een andere Ford Focus WRC. Die op het gladde parcours daarom begold de beste tijden neerzetten. Verraderlijk parcours daar toch als het een beetje regent, maar Loix wist de Focus mooi op de baan te houden. Om direct rechts 43 couperen. Zoals met klad, hè. 300. Loix haalde dus een 4 op 4. Dat was een goede voorbereiding voor wat komen zou de volgende marge, de Ypres Westhoek Rally, waar hij uiteraard niet met zijn Focus WRC aan de start kon komen. Maar ook daar ging Loix met de overwinning lopen. Scoorde daar een 8e overwinning in de Westhoek. En zijn 5e dus in het lopende BFO Belgian Rally Championship. We blijven dan na de zomerpauze in West-Vlaanderen. We trekken richting Roeselare voor de omloop van Vlaanderen. En daar zette Vincent Verschuren zijn ambities om tweede te worden na Loix in het kampioenschap kracht bij. Mooie derde plaats voor Verschuren. Ondanks deze lekke band. Nederlander Kuipers.
haalde nog eens een tweede plaats met zijn Fiesta WRC. Maar ook het parcours van de Omloop van Vlaanderen leek de Focus en Freddy Loix vooral beter te liggen. Nochtans kwam Loix met iets meer druk aan de start dan bij de andere wedstrijden, want dit is de rally waar hij al naar de titel kon rijden. Zijn allereerste Belgische algemene titel, werd halverwege de jaren 90 wel eens Belgisch kampioen in de Formule 2 was dat toen, met de Opel Astra. Maar dit was dus zijn allereerste algemene Belgische titel. Links 102 coupeer, om, top, rechts 80 links coupeer voor duurpaal. Top, top à fond, 100, jump 5, 100. Links 102 coupeer, om, top, rechts 80 links coupeer voor duurpaal. Toch een duidelijk ontspannen Loix, daar op weg naar zijn zesde overwinning op zes wedstrijden in het Belgische kampioenschap. Er was weinig dat de concurrentie in 2013 vermocht tegen de BFO Ford Focus. En die eerste titel die moest uiteraard uitvoerig worden besproeid. En dat was er wat er voorlopig in 2013 al gebeurd is in het BFO Belgium Rally Championship. Robin Buismans kon zijn voormalige rijder nog even extra besproeien. En dan gaan we naar de zevende manche, de East Belgian Rally, waar Loix niet aan de start komt. Laat dus de kans aan wat andere rijders om een overwinning te boeken. Of om een goed resultaat neer te zetten. Hier hebben we Vincent Verschuren, die zijn zin heeft gezet op de titel in de Super 2000, maar ook op de titel van vice-kampioen. Verschuren die uitstekend start in de East Belgian Rally, staat tweede na drie proeven. Vincent, hoe waren de eerste proeven voor jou? De eerste twee proeven waren vrij goed. De laatste proef was iets minder, het vertrouwen was er niet. Maar de auto voelt goed aan, dus voorlopig zitten we goed. En met de afwezigheid van Freddy Loix wordt het een heel open wedstrijd. Wat zijn de ambities? Misschien een overwinning? Want je hebt toch nummer 1 op de rijt. Ja, nummer 1 op de rijt, maar daarom wil ik niet zeggen dat ik voor de overwinning kan gaan. Chris van Moensel zal nog groeien in de wedstrijd met zijn nieuwe WRC. En Patrick is ook zeer sterk met de Porsche, dus het zal nog zeer hard gereden worden. Chris van Moensel en Patrick Snijers waren concurrenten, maar ook deze Chris Prinsen, maar die viel helaas al uit in de eerste proef. Chris Prinsen, na drie proeven, staat hier al zonder race overal. Wat is er gebeurd? Ja, bizar probleem. Vanaf eigenlijk de start van KP1 ging de auto niet. Hij sputterde constant. En volgens de datagegevens krijgen we valt de benzinedruk constant weg. Dus ergens moet er een probleem zijn met de pompen. Ik weet niet, ik heb er woensdag even mee gereden en toen ging alles goed. Dus we gaan het demonteren en kijken wat er juist aan de hand is. Maar het had geen zin van verder te rijden. Het ging helemaal, we konden gewoon niet rijden en dan riskeer je van alles kapot te doen. Net zoals in Roeselare moest Melissa de Bakker in de East Belgian Rally met een Toyota Celica GT4 onderweg. En dat liet zich gevoelen in de tijden. De Bakker stond na drie proeven slechts 15e. Herman Kobus dan met zijn Super 2000 voor Fiesta was goed onderweg tot dit gebeurde. Eerst weer kijken wat er aan de hand is. Waar ga je heen? Hier doorheen? Daar kunnen we niet over terug. Daar kunnen we niet over terug. Kut. Doorheen? Ja, door het jou hoor. Doe maar. Kut. Nee, wil niet. Hier neerzetten, of niet? Kut. Herman Kobus en Erik de Wild, die dan toch verder konden rijden, maar daar heel veel geluk hebben gehad. En hier Chris van Wonsel met zijn nieuwe Subaru Impreza. 100. Opgelet, rechts 70 snijden, is links 80. Chris van Wonsel, na de eerste drie proeven met de nieuwe wagen, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Een beetje moeten aanpassen, want we hadden nog geen echte koerskilometers met de wagen gedaan. En ook niet kunnen testen, maar al bij al valt het goed mee. En tevreden met de resultaten tot nu toe? Is dat daar het algemeen?
Ja, zeker. Ik kan niet anders tevreden zijn, derde in het algemeen, omdat we wisten niet wat er moesten van verwachten. Maar ja, met zo'n WRC is altijd wel iets makkelijker rijden dan wat ik ervoor altijd mee gereden heb met een achtwiel aangedreven. Omdat ja, je hebt tractie moeten zeker niet zoeken, dat heb je altijd. En dat remmen, ja, dat gaat ook iets beter. Dus ja, maar ik ben zeer tevreden. Het is Sébastien Stirbois, misschien een outsider met zijn Corolla WRC. Sébastien, comment c'était le premier spécial? La première était très très rapide, donc on se doutait un peu que les Porsche allaient faire très fort. Maintenant, en réglage, on est nettement mieux que les autres années et ça se voit au chrono, quoi. Donc on continue sur notre lancée. Sébastien Stirbois, vierde na drie proeven. Dit is Tim van Parijs die met zijn goed resultaat de Belgische titel in de GT-categorie kon veroveren. En van Parijs die vertrok alvast sterk. Deze man die vertrok echter het beste van allemaal in amper zijn tweede rally met deze nieuwe Porsche 997 GT3. Nam Snijers al snel de leiding in handen, ondanks dit kleine foutje, maar staat toch na drie proeven aan de leiding. Patrick Snijers, na drie proeven, het lijkt goed te gaan. Ja, het lijkt goed gedaan. We staan aan de leiding. Maar het is toch een heel verraderlijke rally, omdat het is droog. Maar het is ook een mooie rally, de mooiste rally van België vind ik. Maar de waaiers allemaal zijn heel tussen de bomen, tussen de struiken. Je hebt eigenlijk heel weinig zicht en toch ligt de snelheid heel hoog. En omdat het zo droog is, ligt er heel veel stof op de weg. Dus het blijft oppassen. En nu testen maar je tweede wedstrijd met de Porsche. Wat zijn de veranderingen die gebeurd zijn tussen de omloop en nu? We hebben eigenlijk gewoon de Porsche wat verder afgewerkt, want in Roeselaar was het niet helemaal afgewerkt. Er zijn nog dingen die moeten veranderen, maar eigenlijk basis hebben we niet veel veranderd. Enkele kleine reglages aan de vering, maar buiten dat eigenlijk niet veel. Dus de Porsche was in Roeselaar al vrij goed. Maar we hebben ook geen tijd gehad om te testen of zo op voorhand. Dus we zijn hier ook weer in de auto gekomen en gewoon beginnen rijden. We rijden dan dadelijk de snelste tijd, dus dat is verrassend goed. Zelfs met een klein foutje dat ik gemaakt heb, ergens een rechtdoor. Maar toch, het gaat goed. Patrick Snijers tevreden over zijn wedstrijdstart. En ook deze man was tevreden. Karin Bourton op de vijfde plaats algemeen met zijn DS3 R3. En Guylain de Mevius die leidt in R2. Guylain, comment ça se passe pour vous? Ça se passe plutôt bien, c'est la grosse bagarre avec les Peugeot de nouveau. Cédric Churin et moi et Mathias Boll, on est très proches. Maintenant j'ai une avance de 3 dixièmes, donc autant dire 0. Et c'est que le début, on a fait 3 spéciales. Le feeling est bon, mais il faut continuer, pas s'exciter. Mais là on est propre et ça marche bien, donc on va continuer comme ça. De Mevius, inderdaad, 8e, 13e voor Cédric Churin. En dit is Thierry Neuville, inderdaad, de man die tweede staat in het wereldkampioenschap aan de start met een Fiesta R2 voor zijn plezier. Tussenstand na drie proeven, Snijers voor Verschuren, dan Van Woensel, Surbois op de vierde plaats en Karin Bourton op de vijfde plaats. Dat was het voor deel 1, we zien u graag terug na de pauze. Welkom terug in de Oostkantons voor de East Belgian Rally. We zitten ongeveer halverwege de zevende manche van het BFO Belgian Rally Championship. En deze man, Patrick Snijers met de Porsche met het nummer 88, staat nog steeds aan de leiding van een felle secondenstrijd. Snijers die met co-rijder Johan Gitsels alles uit de 997 GT3 haalt. Patrick Snijers met nog 5 proeven te gaan. Je hebt 10 seconden voorsprong, dus je moet blijven pushen. Ja, dat is veel en dat is niet veel natuurlijk. Hè. Maar de Toyota van Stirbois, die WRC, ja, die begint sneller en sneller te gaan. Dus we komen iets te kort, zeker als dat technische proeven zijn. Op de snelle gaat die zelfs ook goed. Dus ja, we hebben 10 seconden, dus we staan nog altijd aan de leiding. Maar met 5 proeven te gaan, als je zo blijft rijden, weet ik het niet, maar ja, we gaan ons uiterste best doen natuurlijk.
Inderdaad, de verrassing van deze East Belgian misschien. Sébastien Sturbois met zijn Toyota Corolla WRC. Een wagen letterlijk uit de vorige eeuw. Maar toch slechts op 10 seconden van de Porsche van Patrick Snijers. Samen met co-rijster Elodie de Greef. Sturbois heel snel onderweg daar in de East Belgian Rally. Op de derde plaats dan Chris van Woensel. Zijn eerste rally met de WRC. Versie van de Subaru Impreza, de S5 versie. Staat mooi op een derde plaats, slechts 6 seconden achter Sturbois. Dus links 75, dus rechts 81 lang, is links in 60 lang voor Bomen. Van Woensel die dus nog steeds aanspraak maakt op een mooie podiumplaats. Kan misschien nog een plaatsje winnen door Sturbois in te halen. Chris van Woensel, een scratch op de laatste speciaal, dus begint goed te gaan voor jou. Jazeker, het vertrouwen begint meer en meer te komen. En die laatste speciaal is een beetje moeilijker, een beetje twisty zo, maar dat lukt ons wel. En hoe is de eerste balans met de Subaru? Ben je tevreden met de keuze van de wagen? Jazeker, als we zien waar we nu staan, welke plaats, dan kan ik niet meer als tevreden zijn. Het is altijd, je koopt een wagen en je moet altijd afwachten of die goed is of niet. En tot nu toe moet ik zeggen dat het meevalt. Inderdaad, een mooie meevaller, mooi op de derde plaats. De vierde plaats, 15 seconden verderop. Vincent Verschuren, leider in de Super 2000 nog steeds. Een beetje teruggevallen, maar dat is ook maar logisch natuurlijk met dat WRC-geweld. 100, Epangler aan 60. Epangler aan 60. 60, RAS 15 naar voren, op links 20, laat couperen. 80, RAS 25 plus. Verschuren die een mooi duel aan het uitvechten is in die Super 2000 categorie. Heeft slechts 1,2 seconden voorsprong. Het wordt dus nog spannend in die laatste 5 proeven. Vincent, het is alweer een heel spannende strijd tussen jou en Kobus. Ja, maar Kobus is aan het naderen en ik weet niet of ik het nog ga kunnen halen. Dus. En waar verlies je tijd ten opzichte van hem? Ja, ik denk generaal in het algemeen een beetje van alles, denk ik. Acceleratie, baanligging, de evolutie zeker, ja. Zou best kunnen, Herman Kobus, die na zijn schrikwekkende schuiver in de openingsproef zich mooi heeft herpakt. Al is doorgeschoven naar de vijfde plaats. En eigenlijk slechts op 16 seconden van het podium staat. Heel snel parcours inderdaad daar in de East Belgium. Met bomen en paaltjes die heel dicht staan bij de rand van de weg. Hoe gaat het voor jou tot nu toe? Ja, afgezien van proef 1 gaat het eigenlijk heel lekker. Helaas wat schade aan de auto, maar ik denk dat we redelijk aan het terugkomen zijn ten opzichte van Vincent. Dus gaat goed. Gaat inderdaad goed voor Herman Kobus. Staat nu ook voor Karen Burton, die nog steeds de R3-categorie leidt en zesde algemeen staat nog steeds. Mooi resultaat dus ook voor Burton. En Tim van Parijs, die goed op weg is naar een GT-titel. De Belgische GT-titel staat zevende algemeen. Is tweede bij de GT's uiteraard achter Patrick Snijers. Tim, hoe gaat het tot nu toe voor jou? Voor ons super, ja. Alles loopt perfect, de auto draait goed, alles is goed. Het zijn hier super mooie proeven. Maar ja, we komen tekort in over Patrick. Dus sowieso Patrick als piloot is wel een stuk beter zijn dan ik. Maar ik denk ook wel dat de grootste komt met een auto te maken heeft ook. En dan is er uiteraard nog deze man, de grote publiekstrekker. Tweede in het wereldkampioenschap, Thierry Neuville, hier aan de start met de Fiesta R2. Thierry Neuville ici en Savite, comment ça se passe? Ah, ça se passe plutôt bien, on s'amuse, on a eu une petite perte de temps ce matin parce qu'on a pris une mauvaise route en reconnaissance et voilà, on était un peu perdu, mais sinon on est repassé en tête dans les Fiesta et on s'améliore dans les chronos, j'ai retrouvé un peu le feeling d'une deux roues motrices, donc c'est vachement intéressant. Et qu'est-ce que ça fait de rouler ici dans votre région avec tous les supporters qui sont là à côté de la route? Il y a un beau soutien, beaucoup de spectateurs au bord de la route. Je vois partout les casquettes Thierry Neuville et les drapeaux, donc c'est assez sympa. Et puis
avec la famille, avec toute la famille de Floral aussi, qui, avec laquelle j'ai parcouru ici en 2008. Donc tout ça, c'est une bonne ambiance, c'est des souvenirs. Een mooie gezinsuitstap, inderdaad, voor de familie Neuville. Dit is de stand na 8 proeven. Snijers voor de verrassende Sturbois. Lag erachter Van Hoensel, Verschuren en Herman Kobus. Nog 5 proeven dus in de East Belgian Rally. De East Belgian Rally die uiteraard ook meetelde voor het Yokohama Historic Belgian Championship. En dit is een van de titelkandidaten daar, Patrick Milleville, deed niet zo'n goede zaak, had eigenlijk voor Christophe Kerkhove moeten weten te finishen. Dat lukte net niet, finishte uiteindelijk als vijfde. En deze Christophe Kerkhove door als vierde te finishen, neemt nog wat extra punten voorsprong op Milleville. Goede zaak dus voor Kerkhove. Dit is de man die als tweede finishte, Rainer Herman. Finishte voor Rafael de Borman met zijn Escort RS 1800. Rainer Herman, streekrijder. Beetje ontgoocheld dat hij het moest afleggen tegen misschien wel de snelste cafébaas van België, Yannick Botson. Zet zowat alle snelste tijden neer, Botson, met zijn Escort. Er stond echt geen maat op Botson in de East Belgian Rally. En een verdiende overwinning dus. 19e algemeen ook, Botson trouwens. Anthony Martin met zijn Lancer Evo 9 won uiteindelijk de groep N. Finishte ook mooi, vijfde algemeen. Goed resultaat dus voor Martin. Vincent Verschuren legt uiteindelijk beslag op een vierde plaats. En dat was goed voor de Belgische titel in de Super 2000. Vincent Verschuren, vierde plaats algemeen, maar misschien belangrijker, de nieuwe kampioen Super 2000. Ja, het kampioenschap was toch belangrijk voor ons, maar de vierde plaats, ik denk dat ik op mijn plaats sta en ben blij dat ik aan de rivier ben. Herman Kobus die was wel heel snel in het donker. Hè? Ja, hij was super sterk in het donker, heeft iedereen een beetje verrast in het donker. Ja, ondanks dat het toch zo zeer moeilijk was, heeft hij zeer sterk gereden. Chris van Woensel die finishte uiteindelijk toch op de derde plaats met zijn WRC. Mooie debuutrally dus. Voor Van Woensel had zelfs nog even uitzicht op een tweede plaats toen Sébastien Sturbois van de weg ging. Maar in de laatste proef verloor hij nog een plaatsje Van Woensel aan deze man, Herman Kobus, die na die fout in die openingsproef echt met het mes tussen de tanden heeft gevochten en uiteindelijk als tweede over de streep kwam. Herman Kobus, proficiat, in de laatste proef neem je nog de tweede plaats. Ja, super. Eigenlijk hadden we dit nooit meer verwacht na vanochtend. Maar ja, fantastisch. Super resultaat. Ben je nu tevreden of toch iets of wat teleurgesteld met het foutje deze ochtend? Verlies je een kleine halve minuut en je komt nu 17 seconden tekort op Snijers? Ja, dat is allemaal hypothetisch om het zo te bekijken, maar ja, dat is balen. Schade is balen, maar toch een mooie comeback gemaakt denk ik vandaag. Ja, vooral tevreden over die remonte zou ik zeggen, Herman Kobus. Maar hij kwam inderdaad 17,9 seconden tekort om Patrick Snijers van zijn eerste overwinning van het seizoen te houden. Zijn eerste overwinning ook met deze Porsche 997 GT3. Prachtige machine die we hopelijk nog heel veel zullen terugzien op 's Lands rallywegen. Patrick Snijers en Johan Gitsels, tweede rally met de Porsche en meteen een eerste overwinning. Het kan niet echt veel beter dan dat. Patrick Snijers, proficiat, een mooie overwinning? Ah, ik denk het wel, ja. Super, super mooie overwinning. We zijn vanmorgen goed begonnen. Eerste proef hebben we gewonnen en dan hebben we uiteindelijk de hele dag hard moeten rijden. Met hoogtes en laagtes. En soms ging het heel goed, soms wel minder. Zelfs in de voorlaatste proef verliezen we 17 seconden. Wat eigenlijk vrij veel was. Sturbois was eruit gevallen. En ik dacht, ik ga iets relaxer doen, maar het was iets te rustig. Met al mijn ervaring was, ga ik dat nog bananen later doen. Maar uiteindelijk, ja, het is super geweest. En, we hebben een super mooie overwinning, denk ik, samen met Johan. En, prachtig. Mooie overwinning ook voor het technische team van Bernard Münster, die in staat voor de assistentie van deze Porsche 997. Mooie overwinning dus voor Snijers en Gitsels.
17,9 seconden voorsprong op Herman Kobus. Dan Van Moesel, mooi derde. De nieuwe kampioen in Super 2000. Vincent van Verschuren op de vierde plaats. En Anthony Martin op de vijfde. De BFO Award ging naar Neuville. Niet Thierry Neuville, maar zijn broer Yannick. Yannick Neuville, ton premier rally national. En tu gagnes le BFO Award. C'est super, toi. Ich hätte niemals gedacht, dass ich den BFO Award gewinnen könnte. Ich habe alles gegeben. Wir mussten morgens den Rhythmus nochmal finden, weil wir sehr wenige Rallyes fahren. Das ist unsere zweite Rallye dieses Jahr. Und ab mittags konnten wir ein bisschen mehr attackieren. Und heute Abend haben wir nochmal richtig attackiert und den zweiten Platz eingefahren in der Ford Fiesta Trophy. Mooie tweede plaats voor Neuville in de Fiesta Trophy. Dit is het algemene podium. Dat was het voor de East Belgian Rally. Graag tot de volgende keer.